Ik heb yoghurt en bosvruchten. En Willem-Alexander ijsje. Heerlijk, kuipertjesijs. Kuipertjesijs? Mm-hmm. Dat zit er ook bij in. En dit is boerenjongensijs. We hebben nu een hele nieuwe vitrine, dus we hebben nu 24 smaken. Dus alle 24 smaken die we hadden, die zitten er dus nu in. En de boerendans is eigenlijk toch wel een van de nieuwste die we hebben. Sinds de familie Kuiper vorig jaar de Europese finale van de Gelato World Tour won, heeft de ijssalon aan belangstelling geen gebrek. Ze maken goed ijs. En dat is niet helemaal de reden. Maar ik heb vorig jaar wel gevolgd. Ik vond het heel erg leuk dat ze het geworden zijn. Met honing en walnoten hier uit de buurt, geloof ik. Je bent dus, goed op de hoogte. Nou, ik ben gek op ijs. Dus we weten zo langzamerhand wel een beetje waar de leuke ijssalons zitten. Wij zijn naar RTL Late Night gegaan. Nou, die uitnodiging krijg je niet zomaar. We hebben afgelopen tweede Pinksterdag kwamen op de televisie met de Keuringsdienst van Waren. Met de quiz. Ja, die mensen die bellen je niet omdat je een goed ijsje hebt en heel veel mensen weten het. Maar nee, omdat je Europees kampioen bent geworden. Wij zijn extra hier naar de ijskeuken gegaan, omdat het lekkerste ijs is in de regio. Oké, daar houdt u rekening mee? Ja. Voor lekker ijs gaan we wel iets verder weg. Maar u moet er wel bij blijven, hè? Want het begint al een beetje te lekken. Ja, daarom ook. Ja, we gooien door eten. Dus, hij begint al... Meivakantie, Pinksteren. Tweede paasdag, het was allemaal zo ongelooflijk mooi weer en daar hangt het dan wel heel erg mee samen. Maar ze weten ons gewoon te vinden. Het staat hier nu ook, er staan een paar auto's, maar als je vanmiddag zou komen dan staat het gewoon helemaal nokvol. En daar staat de parkeerplaats en dan staan de mensen gewoon weer buiten te wachten.